Oneenigheid in de coalitie over klimaatbeleid. En dat zou wel eens tot nieuwe onderhandelingssessies kunnen leiden. Vandaag verdedigt minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei haar begroting in de Tweede Kamer. Ze moet ervoor zorgen dat de neuzen weer dezelfde kant op komen staan. Want ja, die neuzen staan nu niet dezelfde kant op als het gaat om klimaatbeleid. We gaan naar politiek verslaggever Lydia van Rooyen. Lydia, goedemorgen. Goedemorgen. Een tweedeling in de coalitie dus over klimaat, vertel. Ja, nee, we hebben natuurlijk vorige week, of eigenlijk 2 weken geleden, gezien dat Nederland aan de slag moet op klimaatgebied. Wat er nu gebeurt is niet genoeg om de doelen te halen. Dat heeft het PBL berekend. Ja, toen hoorden we eigenlijk al direct dat PVV en BBB, wat we natuurlijk al een beetje weten, dat ze eigenlijk niet zo'n haast hebben om daar snel actie op te gaan doen. En de oproep van de BBB was, nou, doe even een pas op de plaat. En dat herhaalde Henk Vermeer in het debat. En wij wachten vol verwachting natuurlijk ook op de voorstellen die de minister dit voorjaar, komend voorjaar, gaat doen, om te kijken hoe wij bij kunnen sturen. Want niet voor niets hebben wij in het hoofdlijnenakkoord opgenomen dat als er iets niet lukt, dat er dan alternatieven op tafel moeten komen. En ik denk, net als u, dat we op het punt gekomen zijn dat we over alternatieven moeten praten. En dat is mijn metafoor van we moeten nu even naar de kant van de weg. En niet maar zo doordrukken, maar eerst eens even kijken wat er echt werkt. Ja, dat is het metafoor, het knipperende lampje op het dashboard. Dat is de beeldspraak die de BBB hierin gebruikt. Er zijn dus afspraken gemaakt dat er alternatieve maatregelen moeten komen. Mm-hmm. Maar ook de PVV is dus niet echt voorstander van klimaatbeleid. Luister even naar Alexander Kops. Ja, dan moet je je af gaan vragen van wat gaan we dan doen? Inderdaad. Gaan we er dan mee akkoord? Gaan we er niet mee akkoord? Inderdaad. En misschien moet je dan even tot bezinning komen, inderdaad. Misschien moet je dan niet gaan doordenderen en maar iedere keer met nieuw klimaatbeleid komen. Maar je af gaan vragen van, is dit inderdaad wel haalbaar in de praktijk? Moeten we dit wel doen? En zo nee. Ja, dan niet. Ja, nou ja. Misschien dus ook niet. Dat is wel een bijzondere manier van de PVV van er naar kijken. Want er zijn afspraken gemaakt over klimaat. Ja, daar committeert Nederland zich aan. Ja. En de PVV die wilde eigenlijk dat klimaatbeleid liever door de shredder halen. Maar ja, in de formatie hebben ze toe moeten geven. En ze hebben hun handtekeningen ondergezet dat de coalitie vasthoudt aan de klimaatdoelen. Ja, er zijn dus gewoon afspraken. PVV en BBB zeggen, nou, klimaatbeleid, dat hoeft voor ons allemaal niet zo. VVD en NSC, die hebben er wel ideeën over, hè? Ja, en die houden zich dus ook, die houden hun coalitiegenoten ook aan die handtekening. Zeggen, nou, dit staat in het hoofdlijnenakkoord. Jullie handtekening staat er ook onder. Dus leveren met die hap. En nou ja, inderdaad, wat gaan we dan doen? Dan heb ik bijvoorbeeld even gesproken met Silvio Erkens van de VVD. Die wil ook echt actie. Die zegt ook, er ligt heel veel beleid nog op de plank. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over het bijmengen van groen gas op het gasnetwerk. Maar ook, en ja, dat is een klein beetje natuurlijk een speerpunt geworden van de VVD, kernenergie. Nou, kijk, in de Kamer is een ruime meerderheid die nu voor kernenergie is. Bijna 2/3 van het parlement steunt kernenergie. En wat wij eigenlijk gezegd hebben met elkaar is, er wordt nu ingezet de bouw van grote kerncentrales. Maar je hebt ook best wel veel technieken, met name de VS, die wat kleiner zijn. Modulaire kernreactoren heet dat. Zet daar ook op in het Nederland. En daar hebben we een plan voor neergelegd. Ja, kernenergie dus, dat is een plan samen met het CDA. En er zijn natuurlijk ook voorstellen van de oppositie, van GroenLinks, van D66. Maar vooralsnog is de coalitie niet heel gortig om daar steun aan te willen geven. En nog even kort, de uitdaging van de minister vandaag is dus om, ja, om te komen met beleid. Nou, de verwachting is trouwens niet dat ze vandaag al met een hele waslijst met nieuwe maatregelen gaat komen om toch dat klimaatdoel te halen en om daar ook de politieke steun voor te krijgen. Want ja, er zijn ook heel veel dingen waar PVV en BBB nou ja, niet zo gelukkig van worden en waar ze waarschijnlijk dus ook niet zo gauw ja op gaan zeggen. Denk dan aan het rekeningrijden, nou, de krimp van de veestapel, daar wil de BBB natuurlijk niet aan. Dus dat wordt best een lastige puzzel. Dankjewel, politiek verslaggever Lydia van Rooyen.